We hebben heel veel. Ja! Wow! Je hebt echt wat uitgevonden. Ja. Is dit alweer het laatste? Alles is op. Dat kan ook wel weer. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi, dit is Edit Sarah. Die ziet dat deze McDonald's mukbang echt een van mijn favorieten is. Maar wij alles zo snel zitten weg te schransen dat ik dacht, misschien is het wel leuk om er een leuke unboxing tussen te doen van mijn favoriete webshop. Look Fantastic, die had ik namelijk nog over. Dus die zit er ook in geplakt. Dus double enjoying content. Dus ja, have fun watching. Ik heb echt de meest leuke unboxing ever weer. Of course, een unboxing van Look Fantastic. Webshop waar je verzorging, make-up, gewoon alle girly stuff lekker kan aanschaffen. Ik heb weer voor lekker veel geld mogen uitkiezen. En ik heb een heel bijzonder iets besteld waar ik echt vet benieuwd naar ben. En ik zag het dus op TikTok en toen dacht ik, I need this. En toen zag ik dat ze het hier hadden. Een doorlopende kortingscode, SARAVLF. En dan krijg je super veel korting. Sowieso is Look Fantastic al heel chill, omdat het al veel goedkoper is als bijvoorbeeld andere webshops. En ach, ik zat gewoon te wachten tot ik binnenkwam en ik dit kan gaan doen. Alle linkjes van alle producten staan in de beschrijving. Dus wil je iets, dan kan je de beschrijving checken. Oké, als eerst heb ik van Starskin maskers. Ik wil gewoon eigenlijk een keer zien of het worth the hype is. Dit is de Gold Mask. En dit zijn van die neusstrips. Het zijn twee treatments. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ga dit sowieso in een weekvlog laten zien als ik dit ga gebruiken. Heb ik even de hele collectie van Olaplex aangeschaft. Want ik ben helemaal zat met mijn haar. Nou, mijn favoriete shampoo en conditioner natuurlijk. Olaplex is gewoon de classic toppers. Dan heb ik de Bond Smoother. Dit is een leave-in treatment. Dit doe ik altijd in mijn haar nadat ik mijn haar heb gewassen. Dus op handdoek door haar doe ik dat zo een beetje erin. En dit zorgt dus voor moisture, strength, reduces frizz. En wat olie, want haarolie doe ik ook altijd in na de douche. Dus een heel schattig potje met olie. Het is ook voor heat protection en zo. Dus boost, shine, strengthens en repairs all hair types. Gewoon een heel klein beetje. En dan haal je dat zo een beetje door je haar. Dan heb ik de Ten Luxe Illuminating Tan Lotion. Dus dit is gewoon een body lotion. Een beetje zelftan erin. Dat doe ik altijd op na douchen. Ik heb een beetje mijn douchemachine gekocht. Smeer ik mijn benen hiermee in. Ik gebruik er nu een van Bonnie Sands. Maar het maakt niet uit welke soort tan body lotion. Deze zag er best wel chill uit. Dan heb ik voor in de douche. Nou, ik heb echt mijn douche routine. Ik verslaat het daar weer opeens op. Wat is het? Een shower gel en een bubble bath. En dit is onder de mistletoe ook toch gewoon even lekker om in de kerstshirtjes te komen. Dan heb ik smoky liner. Een tattoo liner van Maybelline New York. Zit de laatste tijd heel vaak met een bruin potloodje, een eyeliner. En die ik nu heb is bijna op. Dus ik wilde een nieuwe en ik heb deze maar gewoon gedaan. Was gewoon cheap. Dan de Starskin Peeling Treatment. Ja, dit is gewoon dat je mooie zachte voeten krijgt. Elke keer een pedicure te doen is duur. Dus why not do it yourself? Er zit een peeling mist bij, een voetvel en een aftercare foot cream. Zo'n vel zit er dus in. Dan kun je echt zo eerst dus die mist erop doen. Dus een peeling mist. En dan dus doe je deze en doe je een aftercare cream. Dan hebben we van IJsle of Paradise heb ik de, zeg maar, de tanning spray. Maar ik zag ook dat ze zelf 10 drops hebben. En dit is met hyaluronic acid. En deze kreeg ik er gratis bij. Dit is een color accent bondage. Oh, dit is gewoon een zilver shampoo. Chill. Dit is gewoon zo'n kleine mini die je lekker mee op vakantie mee kan. En dan gaan we door naar het allerleukst. Dit is koelkast voor schoonheidsproducten. Nou, dit is toch gewoon de goals die je wil hebben in je leven. Hier ga ik al mijn skincare bewaren. Het ziet er nu zo uit bij mij. Nou, dat ziet er niet uit. Dus hoe fancy als je hier gewoon je koelkastje hebt. Dat ik dat helemaal ga organiseren en weet ik het allemaal. Daar ga ik dus een TikTok van maken. Oh. Nou, dit is toch te cute. Oké, staat nu aan. Ja, ik ga dit even allemaal organiseren en zo. Maar dat ga ik dus op de TikTok doen. Hoe leuk. Huh? Nee. Het gaat weer helemaal kut. Ik vind eigenlijk helemaal dit topje helemaal niet leuk. Nikkie, Nikkie. Zo, we zitten weer. Daar zijn we weer, jongens. We zijn er weer, jongens. Wij gaan weer lekker
eten. Ik heb zo'n honger. Ik ook, jongens. Ik ga echt gewoon schijt hebben. We gaan beginnen. We gaan gewoon. En dan doe ik dat iedereen om ons heen kan al zien, maar het lukt niet. Oké, even snel thumbnail. Ja. Oh. Ja, dus. We hebben heel veel. Maar we gaan alles delen. Ja, we gaan alles overal een hapje van nemen. We hebben een Mac. We hebben spicy chicken. Quarter pounder. Een Big Tasty. Oh, die is zo lekker. Een frietje. Ja. Hallo. Kan je wachten met eten? Ja. Oké, we hebben sausjes. We hebben natuurlijk saus. Oh, we hebben wel mosterd gekregen. Hebben we dat aangekleed? Nee. Nee. Nou ja, mosterd, chili dip en zoetzuur. Oh, we hebben dus de curry niet. Nee. Nou goed. En we hebben met chicken nuggets. En we hebben met croquet. Nee. Oh, we hebben echt wel heel veel hoor. We hebben wel heel veel, ja. Maar weet je, alles voor de mukbang. Ja. We proppen onszelf altijd voor. Oké, ik wil beginnen lekker met die friet. Ja. Lekker frietje. Hier. Wil je dan een burgertje erbij dat je het in een bakje kan doen? Welke wil je? Porterpounder. Ja. Hier is je friet. Oh, lekker gesmot. Kaas. Gaat. Nou, ik kan even alleen maar denken aan eten. Ja, ik ook. Ik kan nu niet nadenken, sorry. Ik ook. Ik heb echt schijt aan jullie. Hoe lekker kan Mackie zijn? Nou. Die saus! Dit is niet normaal. En die fucking zout is zo zout. En hoe kan iemand elke keer één frietje eten? Nou. Echt gewoon zoveel mogelijk. Met mensen zo dom. Ja. Nee. Nee. Dat doen we niet. Weet je wie ik tegenkwam op Kiel's event? Dat was Kiel's? Oh, Christina. Echt? Ja. Van die mukbang. Wat leuk. Op haar gesproken. We zeiden nog tegen elkaar. We moeten echt een keer een mukbang opnemen. Want het zeggen wel 2 jaar. Ja. Sushi van. Ja, zij is echt ook wel een beetje de mukbang. Ja. Met sushi. Van haar keek ik altijd. Laat ik ook. Haar keek ik altijd mukbang. Zo dat ga ik ook doen. Door haar. En het gember dat zij at. Door haar ben ik gember gaan eten. Ja, oh my god, inderdaad. Jij ook? Ja. Ik vond gember altijd niet mooi, weet ik veel wat gember is. Zij at het zo lekker, dat ik denk... Het is lekker crispy. Ja. Klonk het. Oh. Ik weet niet wat het is. Een Mackie car mukbang. Dat is wel gewoon echt de shit. Ja, dat is wel de shit, ja. Nou, je friet is al op. Dit was friet al. Hoe lang? 1 minuut. Ja. Ga je net. Ongelooflijk. Hoe lekker dit is. Nou, dat was het. Oké. Okay. Ja, ik pak wel een andere burger. Ja, pak een andere burger. Ik pak de Big Tasty. Eet gewoon de helft dan. Ja, neem gewoon wat happen wat je wil. De Big Tasty. Die heb ik lang niet op. Goeie. En die gesmolten kaas. Ik heb dus gezien. Of gezien. Ja, op TikTok. Dat de Quarter Pounder de enige burger is met verse burger. Die vers wordt gemaakt. Ja? Ja. Er zit lekker ui op en zo. Hoe de kolo ga ik dit eten? Zit hier nou Big Mac saus op? Ik weet niet, maar het ziet er heel lekker uit. Oké. Okay. Ja. Hallo. Oh, lekker saus. Heel veel saus. Heel lekker saus, zeg. Saus en kaas? Nou, dat is gewoon mijn leven. Ja, voor mij ook. Maar. Voor mij boeit die mensen of je geen reet waar het over hebt. Ze willen ons gewoon zien vreten. Ja. Oh, thanks. Is wel, en ik hebben vandaag dus super leuke foto's gemaakt. We vonden onszelf echt knap vandaag. Ja. Het ging echt goed. Soms heb je dat je dagen dat je denkt, nou, vandaag zie ik er niet uit. Maar het licht wat.
Wat? Hard stukje. Nee, zo'n uisliers. Oh. Wat ga ik nou eens nemen? Dan lees maar even. Oké. Okay. Ik weet gewoon even niet wat ik moet doen met mezelf. Ik ook niet. Het is zo fantastisch. Het is hoe laat? Bijna 5:30. En dit is bijna het enige wat we eten vandaag. Ja. We hadden alleen ontbijt op en we gingen die foto's maken. Zo'n honger kregen we. Dit is gewoon een upgrade van een cheeseburger. Ja. Ik ben echt grappig. Ook met die noedels met. Ik ook alleen maar. Zit alleen maar. Oh, lekker. Oh, een gyoza. Ja. Oh, ik wil echt weten wat mensen denken dat je zoveel eten. Ja. Denken jullie van hun vreet echt veel? Of denk je gewoon van. Wat denken jullie? Misschien denk je wel. Ja. Het lijkt misschien zo. Nou, voor de rest eten we wel gewoon normaal. Want alles wat we dan slecht eten, dat filmen we vaak. Ja. Dat is wel zo. Want wij dachten, we gaan even snel langs de Mac. Gewoon even iets halen. En toen zeiden we, doen maar. Zullen we gewoon meteen een mukbang doen? Dat is gewoon leuk. Dat is leuk. En dan halen we wel veel. Normaal halen we dit echt niet hoor. Dit is echt gewoon puur voor de mukbang. Dan had ik gewoon een cheeseburger en een frietje genomen. Of een kipnugget hele. Maar gaan we niet allemaal burgers en... Nee. Dat is gewoon leuk voor jullie. Wij doen het voor jullie, weet je? Wij zo zijn we dan ook wel weer. Ja. Ik ga kipnuggets nemen. En dan wil ik gewoon 100 soorten saus. Ja. Ik ga die mosterd proberen. Want het is ook currysaus. Maar ik heb het niet gekregen. Nee, we hadden currysaus gevraagd. Maar ik denk dat ze verkeerd heeft gepakt. Ja. Zo. Dat is echt mosterdjaar. Zo! Wat een rare. Het is gewoon pure mosterd, denk ik. Zo. Nou. Zo. Echt mosterd. Wel lekker hoor. Lekker. Beetje honingmosterd. Nou. Iedereen die daar in de drive gaat, die rijdt hier zo langs. Iedereen kan het zo zien. Vergeten en filmen. We hadden net helemaal paniek in de tent. Want we dachten dat de camera kwijt was. Dat was. Maar dat was niet. Oh, waar is nou die waterbeker? Hier. Oh. Het gaat helemaal fout. Ik heb lekker een cola-zerotje om de calorieën even te stabiliseren. Precies. Maar het smaakt. Hetzelfde? Ja. Maar ik drink nooit cola, dus voor mij zou het sowieso niet heel raar. Volgens mij is het gewoon normale cola. Ja, ik. Ja, ik wist het verschil wel. Ja, maar die cola hier. Ja, dat is geen echte cola. Het smaakt sowieso al nergens naar. Chili dip. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is die pittig? Nee, het is echt een dikkere chili. Ja. Zo. En zoetzuur. Lekker? Die krijg je altijd bij je kaas. Ja, en bij je garnalen. Oh ja. Ik vind die mosterd ook lekker hoor. Ja, je krijgt hem altijd bij... Ja? Ja. Bij die cheese snacks die ik eigenlijk wilde. Lekker met de kipnuggets. Wat? Die mosterd. Ja, hè? Ik vind het ook heel lekker. Ja, echt een soort honing mosterd. Oh, misschien is het wel lekker met je kroket ook. Ja! Oh! Wow. Je hebt echt wat uitgevonden. Ja. Lifehack. Ik ben heel benieuwd. Dat is natuurlijk fucking lekker. Ik denk het wel. Maar ik ga het er nooit in krijgen natuurlijk. Ja, of je smeert het erop. Oh, dat kan ook. Want er zit natuurlijk al wel honingmosterd op. Maar dan maar niet echt. Nog niet echt. Niet echt, gewoon een klein beetje. Nog meer saus. Jongens, wij zijn de saus queen. Ik durf eerst doe maar allemaal hoor. Ja? Ja, ik weet nu al dat het lekker. Oh. Volgens mij is dit gewoon de chili saus van een chili chicken. Zo. Pardon. Ja? Dat denk ik. Ja, het zou best kunnen. Dat denk ik gewoon, weet je. Ja, toch niet dan. Ja, toch. Ja, toch niet dan. Wat
die kutvliegtuigen. Ja. Je hoort hier, we zitten bij Schiphol. Is dat goed, ja? We zitten bij Schiphol, dus je hoort alleen maar vliegtuigen natuurlijk. En dan nog meer saus. Oh. Het kan niet de saus zijn. Nee. Het moet zoveel saus mogen. Is dit alweer het laatste? Nee. Deze ook? Nou, daar moet een heel klein beetje. Ja, het kan echt niet. We gaan nu al naar de laatste burger. Nou, nu al. Ik denk, nou, we hebben zoveel. Nee, ik wil eigenlijk even die croquette proeven. Nou. Ik heb al de helft op. Deze. Classic. Ja? Classic. Ah. Hoe kan het soms zo lekker zijn? Om gewoon echt even te vreten met te schranzen. Gewoon echt boeien. Ja, hoe kan dat? Ja. Het was druk in de McDonald's. Het is gewoon helemaal vol. Hoe kan dat? Ja, zaterdag. Ja. Zo. Spicy? Ja, hij is heel spicy opeens. Zo. Zo, ik denk dat ik echt... Want anders straks is een blok ineens gaat vallen. Want ik zit happen te nemen en happen te kauwen. Dat gaat nergens over. Lekker met die mosterd. Heel lekker. Ik zit ook helemaal onder. Waiting for you. Oké. Ja. Je gaat weer werken, hè? Ja. Morgen. Zin in? Ja. Ook weer niet. Nee? Ja, wel. Maar werk is gewoon... Ja. Ik heb nu al bijna een maand vakantie. Zo. Weer een maand terug. Ik had op Curaçao ook nog 10 dagen vakantie. Oh ja. En hoe bevalt het? Lekker. Ja. Ja, ik heb nou echt al... Hoeveel wil je? Nee, mijn agenda zit vol met leuke dingen eigenlijk alleen maar. Maar ja. Ja, inderdaad. We hebben al een maand niet gewerkt. Nee. Kijk dit. Maar heerlijk toch? Alles is op bijna. Ja. Hoe kan dat nou weer? Ik weet hoe dit uitziet in de video. 14 minuten. En we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is friet. Nee. Hoe kan dat? Nou, ik ben echt benieuwd inderdaad hoe dit zo... Hoe erg is het zitten wij eten? Echt zo... Nou, dat denk ik. Jezus, wat slecht. Ik ga vanaf nu niks meer eten hoor vandaag. Nee, ik ook niet. Dat is dan uitgaan met de persoon pens. Kut, sorry. Oh, vertel even waar je werkt. Ik ben benieuwd dat mensen gaan vragen. Ah, ja. Ik werk bij de Harbor Club in Vinkeveen. In de bediening. Dus wil je ooit een keer eten bij de Harbor Club? Kom langs als ik aan het werk ben. Classy dame. En dan mogen jullie gewoon, als jullie mij kennen, mag je gewoon hoi zeggen. De laatste groep herkend. Twee keer. Ja, afgelopen weekend was ik in een club in Hengelo. Twee. Nou, door de week was het toch gewoon. Het is nu weekend. Oh ja, donderdag was dat. In Hengelo. Nou, op Curaçao ook heel veel. Maar ik vind het wel echt leuk. Zeg ze, oh, ik kom echt over als van een fangirl. Ik zeg, nee, was toch leuk? Mag toch gewoon hoi zeggen? Als jullie ons zien, altijd hoi zeggen. Dat vinden we juist alleen maar leuk. Ik vind dat echt leuk. Ik weet alleen soms niet dat ik moet zeggen. Nee, dat heb ik ook. Dan zeg ik dat ze dan... Hoe is het? Ja, hey! Of, ja, ja. Nee, klopt. Ja. Oh, je ziet lekker uit. Nou, gezellig. Oh, kijk maar, kerel. Helemaal fout hier. Mijn buik, die staat er echt op springen straks. Weet je? We hebben gewoon alles op. Ja, hoe kan dat nou? Ja, nog heel een beetje big taste. Normaal zit je echt vol van die friet ook. Ja. Die hebben gewoon, die hebben echt binnen 1 minuut opgegeten. Kan echt niet. Welke vond je het lekkerst? Weet niet. Ik, quarter pounder. De quarter pounder. Of de big taste. Ja. Mijn microfit ook. Nou, deze is gewoon klassie, gewoon... Nou, dat is niet heel erg. Zo klassie. Ik bedoel gewoon classic. Gewoon... Ja. Nou, deze is echt zo classy. Oké, dus een heel klein stukje Big Tasty over. Ja. 1 kipnugget.
Zou ik die opeten? Ja, ik heb er 3 op al. Ja, ik heb even je frietsaus gestolen. Of wil je die niet? Ja, en die, ja. En dan hebben we alles op. Frietsaus? Allemaal leven. Ik ga door de frietsaus en dan door de mosterd. Oh. Ik ga een comment in onder de video zetten. Met kennen jullie animal style fries? En dan moet je een duimpje omhoog geven als je het kent. Ja. En dan gaan we daar een Big Bang van maken. Ja. Want als iedereen zegt wat is dat? Ja, op zich kan het alsnog wel. Animal style fries is friet. Wel van de McDonald's moet eigenlijk. Ja, ja. Sowieso McDonald's. McDonald's. Ja. McDonald's friet. Dan doe je plakjes kaas eroverheen. Oh. Doe je nog een keer in de oven. Dan maak je een sausje van mosterd, ketchup, mayo, Big Mac saus. Het smaakt naar Big Mac saus. Ja. En dan doe je daar ook stukjes ui doorheen en stukjes augurk. En ook augurkensap, waardoor je echt die Big Mac saus krijgt. En dan doe je erop nog lekker goed gebakken echt uitjes. Doorbakken uitjes. Ja. Ja. Dat het een beetje crispy / gekarameliseerd is. Ja. Dat? Nee, dat is net zoals die noedels gewoon. Zo lekker lijkt me dat. We hebben het wel een keer soort van gemaakt, maar niet echt goed. Nee, niet op deze manier. Oh, deze broek is echt nieuw en nieuwe plekken. Nou, dit is gewoon een mukbang. Ja, 18 minuten. Dit gaat gewoon hup, meteen erin. Dit is echt het makkelijkste video om te eten, denk ik. Het is gewoon schranzen. Ja. Met heel weinig te knippen. Ja, echt top. Zo. Ja, dit is echt... Maar hoeveel hebben we nou op? Zeg maar, we hebben allebei een burger op. Nee, wel meer. Ja, maar ik zit even te denken. Zeg maar, allebei hebben we een burger, dan een half frietje, kipnuggets gedeeld. En dan hadden we nog 2 burgers. Ja, dus we hebben 2... Nee. We hebben 2 burgers per persoon op. 2 burgers. Ja. Half friet, 3. En een stukje McChicken over en Big Tasty. Maar... Ja, maar dat is letterlijk echt 1 hap. Dat staat nergens op. Oké, we doen even healthy voor de water. Voor de healthy lifestyle. Dit slaat nergens op. Nou, we hebben die eerste video geopend. Niet eens gezegd. Welkom. Dit is een video. Dit is gewoon even een random mukbankje tussendoor. Ja, inderdaad. Dit ga ik ook gewoon random uploaden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Ik vond het ook leuk. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet dus zeker niet te volgen. Liken, subscriben, delen, whatever. En ik kijk alleen maar naar mezelf. Ik ook. Kutzee. Ik heb echt 1 keer in de camera. Ik heb echt niet eens 1 keer. Nee. Nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Doeg.